Welkom terug bij Vogelen met Limosa. Het zou koud worden het weekend, dus was net op tijd om vogelvoedsel op te hangen, zoals deze mezenbollen. En nou, je ziet al meteen een schitterend zangvogeltje, de boomklever. Het was een tijd heel rustig in mijn tuin, maar dit weekend zat het helemaal vol met leuke zangvogels. We hebben ze allemaal een keer eerder gezien in mijn vlog. En de boomklever is voor mijn tuin nogal zeldzaam. Vlak om de hoek zit een boomrijk park en daar zijn ze algemeen. Maar in de winter komen ze af en toe, net als de specht, op de voedertafels of pinda's hakken. Je ziet een geweldige acrobaat, prachtig gekleurd. Heel leuk om in je tuin te hebben. Er waren er vandaag twee, dus dat was helemaal bof. Een enorme bijtelsnavel, net als een echte specht. Maar dit is een zangvogel en dat is een specht niet. Ook de koolmezen waren terug, had ik ook een tijdje niet gezien. Ik denk ook altijd een hele mooie vogel. Mooie kleuren en het zwarte kapje. Hier zie je het mooie geel. Dan kun je ook mooi zien dat het een mannetje is met die brede, ononderbroken stropdas. Dat hebben vrouwtjes niet. Dit is zijn neefje, de pimpelmees. Wij kunnen het verschil niet zien tussen mannetjes en vrouwtjes pimpelmees, maar zij zelf natuurlijk wel. Maar men is erachter gekomen dat het blauwe kapje van de pimpelmees, dat het mannetje in het ultraviolet een veel feller kapje heeft dan het vrouwtje. Dat kunnen wij niet zien, maar zij dus wel. Prachtig vogeltje, veel kleiner dan een koolmees, ook behendiger. Heeft ook meer een voorkeur voor pinda's en pindakaas nog dan koolmezen, hangt vaak op zijn kop. Erg leuk om in de tuin te hebben, vind ik. En een kleine korte glimp van de winterkoning. Die laat zich altijd maar heel even zien en dan hup 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 is hij alweer bij de buren verdwenen. Gaat hij. Het is herfst en in de walnotenboom van de buurman zit deze grote alexanderparkiet. Veel groter dan de veel algemenere halsbandparkiet. Heeft een wit oog, geen rood oog en een rode schoudervlek. Dat kun je nu niet zien. Hij heeft ook een rauwe kreet, kun je goed horen. Heel anders dan deze halsbandparkiet. Die heeft een hoge schelle kreet. Dit was niet in mijn tuin. Dat is een beeld van het voorjaar in de volkstuin. Zit hij te knagen aan een bes. Het is een vrouwtje, een mannetje heeft een zwarte lijn in de hals. En een roze vlek in de nek. En het leuke van parkieten en papegaaien is dat ze hun boven- en ondersnavel onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Wat je goed kunt zien bij het peuzelen hier. Nou, dit was hem weer voor deze week. Tot de volgende keer. Dag!